eerste afspraak. Kijk, hij is best wel populair op TikTok, hè, deze man. Weet je wat een beetje een ding is hier nu? Muggen. Wij beginnen deze video met een mededeling. Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, start deze video anders dan normaal. Dat komt omdat we de editing gaan of hebben aangepast. Ik heb namelijk mensen aangenomen, echt hele toffe mensen aangenomen, die vanaf nu mijn editing gaan doen voor mijn vlogs. En om het zo goed mogelijk te stroomlijnen, heb ik jullie mening nodig. Deze video en de volgende video gaan we op een bepaalde manier editen en ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik wil dat het vertrouwd blijft, maar ook weer leuker wordt. Dus minder saai om naar te kijken. Mijn verhaallijn moet eigenlijk nog steeds een soort van hetzelfde zijn, maar toch wil ik er wat meer entertainment bij toevoegen om het ook wat spontaner en leuker te maken voor jullie om naar te kijken. Ik zou zeggen, geniet van deze vlog en laat me weten wat je ervan vindt. Dus ja, enjoy. Goeiedag. Ja, goeiedag. Dat wilde ik eigenlijk tegen jou zeggen. Oh. Welkom bij een nieuwe video. Het is dus maandag. So far, so good. Kinderen zijn op school. Ja, wegen zijn open. Niet al te veel water gezien. Nee. Dus lijkt goed te gaan allemaal. We hebben onze eerste afspraak. Ja, leuk hè? Iets wat we eigenlijk vorige week al wilden doen, maar ja, veel dingen hebben we niet kunnen doen door het weer. Maar we hebben dus een afspraak met iemand die kleding wil produceren. Voor de mensen die het niet weten, ik heb mijn eigen kledinglijn en ik heb ook mijn eigen fabriek die mijn kleding maakt, zeg maar. Maar ik heb het nooit opengezet voor anderen. En heel veel mensen komen bij mij zeggen, ik wil mijn eigen kledinglijn, ik wil dit starten, ik wil dat starten. En ik heb er nooit iets mee gedaan, tot nu dus. Moelo heb ik dus nu zodanig opgezet dat je vanaf begin tot eind echt serieus alles krijgt. Van ontwerp tot aan sampling, tot aan productie en alles ertussenin, zeg maar. Weet je wel, webshop opzetten en alles. Maar ik heb dus nu best wel de afgelopen weken daaraan hard gewerkt. Voordat we dat hebben gedaan, heb ik al iemand gevonden in Dubai die zei van, ik wil wel met jou samenwerken en ik wil er meer over weten en ik ga hem serieus nu ontmoeten hier. En hij wil topes maken, dus van die Arabische kledij voor mannen. En Remco gaat mee als, dit is de eerste werkdag als Oh, is mijn werkdag business ook, business developer. Oh, ja, zeker is het een werkdag. Ik heb niet ingecheckt. Ja, inderdaad. Mijn uren verantwoorden. Ja, uren verantwoorden. Ja. Maar dit is de eerste afspraak eigenlijk als business developer. Volgende keer ga je alleen. Dat is altijd wel een uitdaging. Deze keer ga ik mee, maar volgende keer ga je alleen. Yes, ma'am. Dan moet ik mem zeggen tegen jou. Ja, zeker. Ben natuurlijk, als jij de CEO bent. Nee, ik ga je gewoon helpen. Ik doe even de bril af, want het is een serieus gesprek. Ik ga je helpen om dit heel groot te maken. Dat is een eer, hè, dat je zo iemand als ik dan aan boord heb. Het is gewoon een eer voor jou ook, dat jij, dat jij zo'n vrouw hebt zoals ik. We moeten elkaar eren. Daarin. Ja. Who's making mashed potatoes? I like carrots. What else is Mali making? Mali is making carrots for Maven. And what else? Washing it. I'm gonna do the frikandella. Exactly. How do we make the frikandella though, Mali? Do you know? How? We'll wash it air fryer. In the air fryer. But what buttons do we press? I don't know. Play. Button. Play! Play! Play button! Hi! Gilly, 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 gilly! Gilly, 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 gilly! Hallo, hallo! Vandaag is het dus dinsdag. Ja, ik moet zeggen, dit is de tweede dag dat alles weer oké is. Vanochtend was het even donker-ish buiten. Leek erop dat het ging regenen, maar uiteindelijk niet gebeurd, toch? So far so good. We hebben de auto niet gewassen omdat we zoiets hadden. Elke keer als we de auto wassen, dan gaat het mis. Dus ik dacht, als we nog niet de auto wassen, gaat het dan niet mis. En so far so good, hè? Het is nog niet gaan regenen, tenminste. En we gaan gewoon weer verder met werk. We zijn nu bezig met het uitwerken van onze, ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Product, zal maar zeggen. Dat straks iedereen zijn kleding kan produceren. Ik had gisteren van degene waar ik een afspraak mee had, een sample gekregen van wat ze al verkopen. En dat willen ze eigenlijk dat we dat namaken. Maar dan in andere stoffen en kleuren. Waarom heb ik zo'n glimmend voorhoofd, mijn hemel? Ja, laat maar. Je hoeft er niks op te zeggen. Ik zie hem al kijken zo van, ik ga iets heel aardigs zeggen. Ik herken je gezichtsexpressies. Snap je wat ik bedoel? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar het is dus vrije tijdskleding voor mannen hier. Arabische stijl. En dat wil hij eigenlijk in verschillende kleuren
maken. En ja, we zijn nu stoffen aan het zoeken. Hij is wel akkoord gegaan met de inkoopprijs trouwens. Ja, dus we gaan nu even de stoffen zoeken, de juiste kleuren. En dan kunnen we produceren feitelijk. Maar het is wel leuk. Het is een beginner, het is een enthousiaste jongen. Leuk. Kijk, hij is best wel populair op TikTok, hè, deze man. Hij doet best goed, beter dan ik het doe. Hij gaat in het Duits doen. Hij gaat een nieuw territorium betreden. Viele vragen mich. Ik möchte gerne naar Dubai komen, maar wat zal ik dan daar machen? Jetzt habe ich eine sehr große, eine sehr wichtige Tipp. Hij kan best goed Duits, hè, deze man. De Nederlanders doen het best goed in Duitsland vaak, als ze Duits spreken dan. Ja. Ik heb het een paar keer gedaan, ik moest een beetje rennen, want als je een taal niet veel spreekt, dan raak je de vloeiendheid kwijt. Dus. Maar voorheen gingen we best vaak naar Berlijn en dan was je steeds de hele tijd Duits aan het praten. Ja, zelfs ik pikte het op. De Duitsers die praten allemaal Engels, dat helpt ook niet. Maar naar Duits moet je eerst weer schakelen, dat is veel makkelijker om het Engels te doen. In Duitsland praat ik altijd Nederlands en ze verstaan me gewoon hoor, als ze het willen tenminste. Dat ook. Je krijgt je whisky of zo terwijl je koffie hebt besteld, dat risico loop je dan. Ja, maar het is wel spannend altijd. Ja, dat wel. Ja. What are you making, Mali? Chicken balls. Burgers. See? Kijk waar die is. How's everything here? I haven't been here in forever. I live for this. I live for this. So this is the chicken. It looks super nice. Vegetables. And rosemary, right? Yeah. Impressive, huh? Impressive. Yeah. Oh, it's cooked inside. Huh? Cheese is melted, yes. Oh, yeah. It's cooked. So crunchy. Yeah. Is it hot? It's cooked, right? Mm-hmm. Zit hij weer klaar in zijn meest charmante houding ever. Word je daar niet warm van, schat, van deze houding? Als ik zo extreem. Maar dat komt eerder door de temperaturen buiten dan hoe je ligt. Zo jammer, hè? Ga ik iets verduidelijker erbij liggen zo dan, schat? Oké, nou ja. Ik heb geen idee, want ik zie het niet, hè? Nee, maar het is alweer woensdagavond. Het is de dag der dagen, hè, woensdag. Oh ja? 's ochtends nog een halve week, 's middags nog 2 dagen. Dat is diep, hè? Ja, je zit me aan te kijken, wat lult deze gast? Nee, soms zeggen ze dat je beter je mond kan houden bij bepaalde dat zaken. Dat was in dit geval. Dit is dus waarom ik nooit mijn mond hou, want ga je nog herhalen ook. Weet je wat een beetje een ding is hier nu? Muggen. Muggen, serieus jongens. Door alle stilstaande water. Ja, werkelijk waar. Invasie gewoon, echt. Vind ik ook sneu voor de kids, hè, want Maven heeft op de gezicht gewoon muggenbulten. En Mali heeft hele armen en benen onder. Maar wij smeren ze ook niet in, hè. Dat is niet goed van onze ouders. Ja, nee, het is tijd om af te sluiten. Leuk feitje voor jou ook. Dit is de eerste vlog die niet geëdit wordt door mij. Zo. Mijlpaal. Gaan we dat dan merken? Nou, ik hoop het wel. Het zou wat zijn als je niks merkt. Nee, ik bedoel, anders zou ik het net zo goed zelf kunnen doen. Wordt het ook leuk om naar je eigen vlog te kijken, want dan weet je niet precies hoe die geëdit is. Ja, dan kunnen we zelf naar mijn eigen vlog gaan kijken. Kan je niet even wat leuker erbij gaan zitten? Je bent notabene representative voor dit... Ja, maar niet nu, hè. Ik lig nu in bed met jou. Dan ben ik met hele andere doelstellingen in bed in plaats van representative zijn. Representative ook echt. Ja, heel mooi. Maar goed, ja, leuk. Dus, maar dat geeft jou dus tijd. Als iemand anders dit edit, dat geeft jou dan tijd voor de business van ons. Nou, het is wel weer warm in Dubai, hè. Dat moeten we wel zeggen. Ja, dat is net wat ik zei. Zei dat al, dat het warm was. Ja. Ja, je kreeg het warm van mij, maar dat gaf je niet toe. Soms moet je dat als vrouw ook toegeven, hè. Van, ja. Krijg het warm van je schat. Dat is belangrijk. Dat je dat als man erkenning krijgt. Maar het is alleen niet het geval. Nee, dat is toch jammer. In dit geval dan, hè? Zo jammer dit, mensen. Jammer volgende dit. Keer, als dat zo is, dat zeg dan je. Zal ik dat zeggen. Oké, sluit maar af. Hey mensen, het was leuk dat jullie weer kijken. Ik ben benieuwd of dit vlog dan leuk was, dat hoop ik dan. Dus, misschien kat hij wel alle stukken eruit. Het gelul van die gast hoeft echt niet erin. Ja, dat kan. God, ja, eruit. Dus geen idee wat jullie van dit stuk hebben gezien. Misschien alleen wat nu komt. Thanks for watching. Stay tuned. Doei.